Ik ga nu vragen aan meester Cor of hij verliefd is op Juffiet. Aankloppen. Bent u verliefd op Juffiet? Wow. Ik ben heel goed bevriend met Juffiet. En vroeger had Juffiet geen vriendje en ik had wel een vriendin. En daarna was het andersom. En we zijn wel heel blij met elkaar. We kunnen het heel goed vinden. We geven ook samen les. We hebben ook samen voor de klas gestaan. Ik heb wel eens, misschien wel eens gedacht van, oh, Jet is ook wel heel leuk. Maar ik ben heel erg verliefd op mijn eigen vriendinnetje en die heet Leonie. We gaan nu vragen aan juf Carla wat een voorschool is. Hallo juf. Hoi. Mag ik misschien wat vragen? Natuurlijk. Weet je misschien wat een voorschool betekent? Voorschool betekent dat onze school is een voorschool, omdat kinderen, als ze kleuters zijn en peuter, al heel veel doen met taal. En dan niet van die moeilijke taalwerkjes die jullie moeten doen in groep 8, maar echt zingen, lezen, kijken, praten, rijmen. En dat doen we met Co. En Co helpt, Co is een pop. Moment, jij hebt Co bij je. Zullen we met Co even praten? Ja. Okay. Zeg, Co, ben jij net in de dierenwinkel geweest? Ja. En wat heeft Co daar gekocht? Een beer. Een beer? Dat is leuk. En heeft die beer veel geld gekost? Ja. Hoeveel centjes? 9 euro. 9 euro. Had je zoveel geld wel bij je, Co? Ja. Hartstikke goed. Co leert de kinderen op die manier heel veel spreken Nederlands. Dit was Rondje School, tot basta!